Even na 8 uur vanochtend gaat het goed mis bij het bedrijf Syncoat aan de Boerdijk in Veenoord. Tijdens het verzinkingsproces is er iets gebeurd, wat weten we nog niet precies, maar dat heeft geleid tot een explosie. Vervolgens is er brand ontstaan binnen in het bedrijf. Nou, bij de verzinkerij waren 3 mensen aan het werk. 2 daarvan zijn gewond, 1 licht, 1 ernstig en 1 is overleden. Het dodelijke slachtoffer is een 55-jarige man uit Emmer-Kompaskuum. De gewonden zijn een 24-jarige man uit Zwartemeer en een 57-jarige man uit Veenoord. Vlak na de explosie rukken de hulpverleningsdiensten massaal uit. De brandweer had de boel snel onder controle, maar dat zorgde wel voor heel veel rook. Waardoor wij ook even de A37 en de N34 hebben moeten afzetten. Maar dat was snel onder controle, dus ook die rookontwikkeling was snel onder controle. Zeg maar. Dus de weg was ook weer vrij snel vrij. Uit metingen van de brandweer blijkt dat er geen giftige stoffen in de rook zaten. In de thermische verzinkerij wordt metaal onder grote hitte van een laagje zink voorzien om het materiaal te beschermen tegen roestvorming. Het is nog onduidelijk hoe de explosie is ontstaan. De politie en de arbeidsinspectie doen onderzoek. Tijdens de explosie en de daaropvolgende brand zijn er meer medewerkers aanwezig. Ja, er zijn meer mensen die het gezien hebben en er zijn ook mensen die direct hulp zijn geschoten bij de mensen die gewond waren en ook bij het dodelijk slachtoffer. Dus de medewerkers op het bedrijf hebben wel meegekregen wat er is gebeurd. Voor de medewerkers van Syncoat is hulp geregeld. De GGD is er voor hen en ook burgemeester Bijl heeft het bedrijf een bezoek gebracht.